16-jarige opvullende 2 minuten op de 200 meter vrije slag. Nieuw Nederlands record, 16 jaar, Jari Koenaerts. Ah, ik zag toen mijn tijd en dat was wel even verbazing zeg maar, bij mezelf. Ik had het zeg maar, helemaal niet verwacht. En toen ik aantik, toen zag ik de tijd en toen ging ik wel even los. Zeg maar. Best zijn tijden eigenlijk niet echt zo blij geweest. In één weekend zwom Groenhart 5 seconden van zijn toptijd af. En daarna verbeterde hij ook nog even het Nederlands record op de 400 meter wisselslag. En het is geen toeval dat Groenhart zo hard zwemt. Mijn ouders hebben allebei gezwommen, ook wel op redelijk hoog niveau. Ze hebben allebei gewaterpolo'd. Mijn broertje waterpolo'd op het moment. Mijn opa die heeft altijd heel hoge waterpolo'd. Ja, dus het zit eigenlijk gewoon een beetje in mijn bloed, zeg maar. En om het verhaal nog mooier te maken, verbeterde zijn maatje Joeri Dijkstra uit Ilderwolde het Nederlands record voor 16-jarigen op de 50 meter schoolslag. Ondanks een fikse oorontsteking. Ik had het eigenlijk niet meer verwacht, want de eerste 2 dagen was iets minder. Dus als ik misschien mijn PR zou halen, die laatste dag op 50 meter zou nog wel fijn zijn. Maar het Nederlands record is natuurlijk ook nog mooi. Beide mannen trainen 18 uur bij het regionaal trainingscentrum in Drachten. Hun ouders zorgen ervoor dat ze iedere ochtend vroeg vanuit Drenthe naar Friesland worden gebracht. Vader brengt me 's ochtends altijd gewoon vroeg naar het zwembad toe. Dan gaan we met een busje van het zwembad naar Heerenveen om daar naar school te gaan. En dan gaan we 's middags weer terug met het busje naar Drachten om daar weer te trainen. Dan rijd ik 's avonds mee met mijn coach meestal en dan word ik daar weer opgehaald door mijn vader of mijn moeder. Voor mij is het wel fijn dat het gewoon zo goed geregeld is, maar onze ouders die hebben ook heel veel voor ons over natuurlijk en dat is mooi om te zien. Het grote doel zijn voor beide mannen de Olympische Spelen. Hoewel de 50 meter schoolslag niet olympisch is en dus zal Dijkstra een andere afstand moeten kiezen. Nee, 100 meter is ook wel een redelijke afstand voor mij. 200 meter wordt iets te veel, maar 150 is wel echt mijn specialiteit. En in alle sporten is het hetzelfde. Sprinters hebben een ander karakter dan de duursporters. Nou, soms een beetje lui, maar ik kan wel met hem lachen hoor. Hij heeft te veel energie. Gewoon, hij springt de hele dag rond en vraagt misschien af en toe een beetje te veel aandacht als je in je focus wil komen, maar het is vooral een leuk gast. Met een schuin oog kijk je hem aan of je het goed doet, hè? Ja, we zullen reactie wel zien. En morgen om 7 uur liggen ze weer samen in het water, in Drachten.